Niet alleen in Gent doen ze hun best voor Music for Life. Overal in Vlaanderen ontstaan er momenteel spontane acties om geld in het laadje te brengen. Dat was dit weekend in Eeklo niet anders. Vrijdag, zaterdag en zondag kon iedereen die wou een bijdrage leveren om de strijd tegen malaria te steunen. Het feestweekend werd vrijdagavond ingezet met gratis optredens op het Marktplein. Na de actie van vorig jaar wil de tal van verenigingen in Eeklo dit jaar nog beter doen. Met Eeklo for Life, een heus winterfestival waarop zowel jong als oud aan zijn trekken komt, lijken ze daar goed in te slagen. We hebben eigenlijk van alles gepland. We hebben ervoor gekozen om een zo breed mogelijk programma te hebben. Gaan van optredens tot theater, film, een knaller van een vijf. En als klap op de vuurpijl komt Studio Brussel zelf met een mobiel glazen huis naar de markt in Eeklo. Hoogtepunt op vrijdag is het optreden van Eeklonaar Tom Dice. Hij werd onlangs gekozen om België te vertegenwoordigen op het Songfestival in Oslo. Maar voor het goede doel maakt hij maar al te graag tijd vrij. Today's gonna be the day, they're gonna show it back to you. And by now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do. Na elk optreden trekt de medewerker van Jeugdhuis De Lochting samen met zijn mascottes rond op het plein. In zijn muts mogen alle aanwezigen een vrije bijdrage werpen om Music for Life te steunen. Er zijn veel mensen dan zo, 2 euro heeft niets minder. Vorig jaar hebben we €350 opgehaald, dus we proberen dat van het jaar te evenaren. Gewoon er vrij geeft €350, dat is toch wel iets moois dat we proberen te evenaren. Wat de totale opbrengst zal zijn, is nog even afwachten. Maar de organisatoren hopen alvast de kaap van €2.500 te halen.